194. Oi, kom je aan? Alle 94, 5000. Applaus. Nummer 51. Nummer 51, 5000. Het was applaus, 5000. Nu pas even dat hoor. Ik heb een telefoon, sorry, Marowijne, om een liedje. En nala moet je party wagi. Heb je gezien laatst in Marowijne? Kleine, je hebt een foto voor de wagi, een video voor de wagi met Paja Mongo. Laatst jaar wacht ik me over een kom loco. Dat ben sorry. Elke maand. Of om de twee maanden verdeel ik auto's. Ja, maar is me gewoon praktisch, want ik ben praktisch gewoon. Dat is mijn privé en dat is mijn hobby. Dus dat is zo, maar we begrijpen dat de DC zelf niet iets over een auto beschikt. Klopt, hè? Ja, dus dat is niet over een auto beschikt. Ze heeft me gevraagd naar een auto. Ik heb gezegd, ik ga moeite maken voor een auto voor de... Dus meteen dat jij hebt wist, land in een gewang. Maar zo, dat vind ik nog wel. Dat heb ik daar gezegd. Maar waarom is Kabalibo zo belangrijk voor u? Kabalibo is niet belangrijk voor mij. Overal, heel Suriname is belangrijk voor mij. Kabalibo heeft maar drie auto's gehad. Marowijne had 12, 24. Al die kapiteins van Marowijne hebben allemaal een auto voor mij gehad. En iedereen kijkt me tegen, want het is mijn hobby om ook mensen te helpen. Ik mis je, want ik ben van hoe je hebt ding. Waarom? Moet ik ga je een simpel ding geven. Ik heb toch VP naar een miljonair toch? Zeg je toch? En dat is voordat ik VP ben geworden. En ik heb bijvoorbeeld 1,7 miljoen SRD. Toen ik heb een 1 miljoen US dollar. En nu is de koers gegaan naar 30. Ik behoud me 7 miljoen. Zonder een potaat bank voor rente heb ik zoveel miljoen erbij. Dat betreft die apport voor ik een miljoen dat je toch. En dat doe ik. Ja? Al die goede mensen hebben de mooie nooit naar je een potje man. Maar als ik bijvoorbeeld, ik had hem bij 5 miljoen, 5 miljoen US. Dat is hier 5 miljoen maal 38, no. Of een miljoen ook. Dus dat heeft niets met politiek en dat heeft niks met verkiezingen te maken. Voordat verkiezingen er was, helpen hoeveel mensen. Al die mensen die hier komen, is het nog politiek? Zijn mensen die arme mensen kijken. Ik kan in de zaal kijken hoeveel geld ik daar net heeft gegeven aan mensen. Maar als ik dat doe en mensen vinden het niet goed, maar ik dat even een boom, dan breed ik bang. Ja, dat ik arme mensen kan helpen. Ik heb 250 mensen 1000 SRD gegeven daar. Dat is 250.000. Niemand gaat durven in zijn zak te gaan en helpt mensen. Met een zelf van 10.000, maar ik ging. Weet je hoeveel mensen hier komen die naar Colombia moeten gaan? Andere mensen moeten naar Holland gaan. Ze hebben $10.000 nodig. Dan moet je wat herstellen. Dan vinden ze het niet. Sommige bedrijven geven wel. Dan komen ze bij mij aankloppen. En als ik dat ook niet meer mooi, dan heb je dat ook toe. Ik heb video's van al die mensen die ik in die 3 jaar heb gegeven. Ik heb verzameld. Na 16, kijk, elke dag. Kijk, die mensen wijzen. Hoeveel mensen ik heb geholpen in mijn leven. Ja? Dus dan doet het niet toe als ik daar ga en ik zie dat die kapiteins zeer behoeftig een auto nodig hebben. De man moest gewoon voor de man moest wakker. De bus niet rijden. Ik zei nee. Als ik het in Marowijne kan doen, kan ik het ook hier doen. En dan is het mijn kiek voor mijn carrière. Het is mijn hobby. Dat je me hoor een zogenaamde loterij en iemand wint. En mijn plezier, maar ik vind wat ik mis, mijn plezier. De man van kwam naar zijn moto. Heb ik ook alle ATV's, alle dingen voor hem gekocht. Dat is goed, dat was ook goed toch. Dus wanneer mensen zeggen van dit en dat, ik had geen vergunning en zo, ik heb geen enkele vergunning nodig.
om iemand iets te geven. Wanneer vergunning nodig gaat hebben, is wanneer je loten zou verkopen. Dan natuurlijk kan je bekendmaken, kan je toestemming hebben van justitie, van gaming board moet je toestemming hebben. Je kent al die dingen, kent de wet. Maar dat is uw persoonlijk geld, dat is niet... Dat is niet van de overheid. Dit is geld wat ik had voordat ik VP ben geworden. Ik heb je al gezegd hoe ik dat heb opgebouwd. Als ik 5 miljoen had, US dollar, ik heb het over SRD. Als ik 5 miljoen dollar had, dat betekent dat ik mijn waarde zou dan zijn 5 miljoen maal 7 miljoen, toch? Dat hoeveel was het? 7 maal 5, 35 miljoen. En als ik maar 7 miljoen eruit haal, bijvoorbeeld, dan heb ik hoeveel miljoen winst. En die heb ik niet nodig. Dan verdien ik dat gewoon aan die mensen. Maar een paar maanden geleden, VP, had ik u ook geïnterviewd bij DNA Gebouw. Ja. Dat u wil raken, u weet het niet, ja, dus maar een tangentje binnen sociale zaken. Nee, maar soms word je ook boos toch, soms word je agressief. Soms word je boos, dan heb je soms je niet dat goed. Maar later zeg ik dat ik nooit om te doen, dat is mama, vond ik bakken. Maar soms word ik, ik word even, kan ik niet meer de spankbaar. Dat je nog 50 mensen in de rij staan, ik was ook niet. Dat is zo met barden, ja. Maar later heb ik dat ik ook geen pardon om mijn barden. Maar zo ben ik al. Ja. Dus maar, ik heb dat ding gezien, ik ben geen sociale zaken. Waarom ik dat heb gezegd? Als al deze mensen, al die problemen van die mensen. Vandaag is woensdag, de man, maar kom zo voor je. Maar als je daar in de zaal kan kijken, dan zie je hoeveel mensen die daar waren. Met zoveel problemen. Trauma heb ik plaat in Bakka, hoe in de standvrouw is daar, met een plaat in de rug. Ik wil een sociale zaak aan de vrienden hebben. Dan komen ze hier. Maar dan moet u uw ministers aanspreken, perfect. Dus, dat gaan we doen. Er is een pot daar om armoede bestrijden. Dus die pot moet aangewend worden om die mensen te helpen. Anders gaan ze hier blijven. Ja toch? Dus dat kan kunnen komen. Als mijn man mij hebt, dan heeft mijn man. Mijn man heeft, dan mijn man heeft.